Yo, Nintendo fans, Nintendo bazen, Nintendo helden. Welkom bij een nieuwe Super Mario 3D World video. In deze serie spelen we de game 100% uit. Tenminste, dat doen we één keer. We gaan niet met alle karakters het spel uitspelen. En we zijn in wereld 2 aanbeland, waarin we deze levels nog moeten doen. Vlugge vijanden in het verrassingshuisje. Doe ons even dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Want jongens, we zijn op een missie, hè. Jullie weten het, we zijn op een missie. Want ik zag dat 65% van de mensen die kijken nog niet geabonneerd zijn. Dat moet minimaal 50-50 worden, jongens. Laten we dit jaar sowieso de 50.000 abonnees proberen te halen. Dat zou super duper tof zijn. Als we 100.000 abonnees halen, is het natuurlijk nog super duper toffer. Maar hey, ik weet niet of dat realistisch is. Abonneer in ieder geval, jongens. Dan maak je mij heel blij mee. En dan ben ik even rustig wat sterretjes aan het pakken. Oh ja, en doe het belletje aan. Ik pak net een belletje. Ik moest even aan het belletje denken. Oké. Matties. Hoppa. Wacht even. Oh, dit gaat helemaal niet goed. Ja, dit gaat bijna goed. Ja, nog eentje. Oké. Net op tijd. Nog één leveltje. Dan hebben we hier 5 sterren te pakken. Oh, dat zijn deze matties. Hoppakee. Geen probleem. Alibé. Breng klapen. Mokker of lever. Nou, dat is echt 1990 volgens mij, dat liedje. Anyway, deze 5 sterren hebben we te pakken. Vandaag spelen we met Mario. Wie vind jij het leukste karakter? Laat het even weten in de comments. En misschien speel ik de volgende aflevering dan met jouw favoriete karakter. En dan gaan we nu naar wereld 2A. Aan de kant, Reuze Galoomba. Reuze Galoombas. Aan de kant, Matty. Hoppakee, hotse flatsie. Ja hoor, dikke doei. Alle... Dit is wel echt veel te makkelijk met Kat Mario, heb ik het idee. Kat Mario sloopt iedereen kapot. Hoppakee. Zo gaat het wel heel snel, deze video. Hier gaan we kersen eten. Oh, ik hou wel van kers. Wat is jouw favoriete fruit? Kersen en frambozen? Die staan wel echt hoog op mijn lijstje, hoor. Hallo, kers. Kersvers van de pers. Dan zijn we nu opeens 2 Katten Mario's. Oh, dan nu zijn we 2 keer zo sterk, jongen. Hoppa. What up, Galoomba? Doei, Galoomba. Oh, wacht eens even. Niet daarin klimmen, jongen. Oh, wat? Dit gaat helemaal fout, man. Oké, kom eens even hier naartoe. Ja, heel goed. Oké, top. Zo, nu staan we weer lekker rustig naast elkaar. Laten we hier eens even naar boven klimmen. Is hier iets boven? Nee, dat verwacht ik niet. Oh, ze staan zo ver uit elkaar. Daar kan ik niet tegen. We gaan gewoon lekker hier naartoe. En dan gaan we eens kijken wat hier dan allemaal is. Oké, nu heb ik vuur Mario's. Woehoe, dit is wel chill. Nu kunnen we echt superveel vuurballen gooien. Kijk, daar is het eerste sterretje al. Lekker. Oh, en nog een kers. Nu zijn we met 3 Mario's. Hoppa. Super chill. Let's go. Als je nu net inschakelt. Nee, je ziet niet dubbel. Je ziet 3 Mario's. Dat klopt. Dat hoort zo. We moeten... Ze worden helemaal gek. Wat zijn dit voor wezens? Oh, nee. Ik ben er 1 kwijt. Ah, nee. Ze komen naar beneden. Ik ben er 2 kwijt. Nee. Ik dacht dat jullie lekker boven zouden blijven. Potverdikkie Dory. Ik heb hier 2 voor nodig. Wacht even. Zit hier nog een kersje in? Nee! Geef me een extra personage. Deze trippen als een malle, jongen. Ah! Niet stop met trippen. Hou op. Ga kapot. Ah, nee. Ga kapot. Ga weg. Deze is zo irritant. Oké, laten we even Katten Mario pakken. Ah, lekker. Geef me die kers. Nice. Nee. Eentje vliegt alweer naar beneden. Nee, ik had het nodig. Ja, top. Lekker. Oké, we gaan nu terug. Let's go. In de buis. Sowieso is hier of een ster of een stempel. Ja, maar hoe? Ja, oké. Ja, zo. Nice. Kijk, zie je? Sterretje. Lekker. We moesten dit even doen. Oké, gaan we hierin? Gaan we samen hierin? Top. Oké. Dit is vet verwarrend, dit level. Mijn brein kan dit niet aan. Oké, rode muntjes. Nice. Oh, nu heb ik weer vuur Mario. Oké. Ik weet niet of ik dat per se wilde. Oké, ja, ik wil dat wel. Wel tegen deze guy. Kom dan. Oh, ga je nog verder naar boven? Kunnen we niet gewoon hier in deze buizen wat gooien? Ja, kijk, zie je, dit werkt. Soort van. Oké, ook goed. Hier is een buis. Moeten we nu al in de buis? Wacht even, ik wil eerst kijken wat hier nog meer was. Want hier konden we ook nog naar boven. Dan moet ik 1 Mario even hier op laten springen, denk ik. En dan die andere zo. Ja, die andere dit laten... Ah, nee! Oké, poging 2. Nou, Mario, hou eens op! Ik ga even de andere kant op kijken. Zo, kijk, we doen dit maar even rustig aan. Ik hoop dat ik het red met de tijd trouwens. Nu moeten we echt gaan sprinten, jongens. Sprinten! Go!
We hebben nog 45 seconden. Nee, ik heb hier 4 Mario's voor nodig. En ik heb er maar 2. Poep, nou moet ik sowieso dit level nog een keer opnieuw doen. Ah, die derde ster, die heb ik nodig. Ik bedoel, het is een 100% run of het is het niet, hè? Oké, we moeten zuinig zijn op de kerstjes. Hier zat de derde. Ja, nice. Zat hier nog wat in? Nee. Oké, ze gaan waarschijnlijk weer panieken. Ja, ze gaan heel erg panieken. Nog 1. Ah, ik kom naar beneden. Ah, ga weg. Oké, we zijn op de helft. Nice, we zijn nog steeds met 3. Hier was er eentje, die heeft er ook één. Ja, kijk, top. Kijk, deze kunnen we gewoon schieten. Dit is niet zo spannend, dit is niet zo spannend. Deze kunnen we gewoon pakken. Ja, top. Oké, lekker, we zijn met 4. Nu zijn we met 5. 5 Mario's, jongen. Kijk, ze gaan. Lalalalalalalalala. En schieten maar. Oh, dit is wel eng. Ja, lekker, we hebben hem, we hebben hem. Oké, we kunnen in de buis. Nice, dan zijn we nu met 5. Super dope. Lekker, guys. Worden we nu naar boven gebracht hier? Ja hoor, en dan hebben we deze ook te pakken. Super vet. In het geval dat 1 Mario niet genoeg was, hier hadden we de 5. Ja, en dan is het nu tijd voor het kasteel. Dan moeten we het gele veentje gaan redden. Bowser's Bullet Bill Brigade. Oké, we worden afgevuurd naar de... hier. Oké. Enemies, ze worden al lijp, ze worden al lijp. En het is... het is bijna verleden tijd. En het is verleden tijd. Nice. Oké, waar zitten alle geheimpjes in dit level? Waarschijnlijk moeten we deze ook wel even 2 keer gaan spelen, denk ik. Oh gosh, ik ben... Nee, ik ben mijn vuurbloem kwijt. Geef me mijn vuurbloem terug. Zit hier toevallig een vuurbloem in? Nee, een paddenstoel. Why? Ik had gelukkig nog een vuurbloem in de reserve staan. Wat zit hierin? Oh, wacht eens even. Oké, we zijn nu Bullet Bill de tweede, denk ik. Let's go, schiet het allemaal maar verrot. Nice. Hier hebben we een vuurbloempie. Maar waar zijn alle sterren? Dat is iets wat we ons wel even af kunnen vragen. Want ik heb nog geen 1 ster. Daar is de eerste ster, oké. Tenminste, ik hoop dat het de eerste ster is. Ja, het is de eerste ster. Nice. Hoppakee, Bullet Billtjes kapot maken. Heerlijk. Daar hou ik van. Hier bovenop springen. Nice. We zijn nog steeds supercharged. Als je I ingedrukt houdt, dan kan je wat harder schieten. Eens even kijken of we hierop kunnen. Ja, kijk, hier is de tweede ster. Heerlijk. Nu die derde nog even zien te vinden. En de stempel natuurlijk. Zou de stempel hierboven... Oh, wacht even. Hierboven is... Ja, hierboven is een stempel. Lekker. Stempeltje ook in de pocket. Maak ze kapot. Maak ze kapot, deze gekke wappies. Ik weet niet wat voor figuurtjes dit zijn, jongen. Hoe heet deze guys? Ze zijn helemaal gestrest, jongen. Ze zitten vol met stress. Ik denk dat hierachter trouwens de derde ster is. Ja. Nice. Oké, lekker. We hebben alles. Nu alleen de eindbaas nog. En ik heb mijn kanonnetje nog. Ja, jij hebt sowieso een probleem nu, vriend. Oh, of niet? Jij kan gewoon tegen mijn kogels. Dude, laat me rennen. Bam! Ik moet sowieso op je hoofd springen. Nee, dat hoeft niet. Ik kan je wel schieten. Oké. het werkt niet om... om hem gewoon te schieten daarna gelijk. Eigenlijk had ik gewoon op zijn bakkes moeten springen, denk ik. Laat ik er gewoon op springen, zo. Dus het is toch wel wat makkelijker. Rennen! Waar ben je? Ik zie hem niet meer. Waar is die? Oh, hij is nu achter me. Ik zie hem niet meer. Daar is die. Oké, spin attack alles. Ah! Hij is nu daarboven. Hij is nu rechts van mij. Hij is nu onder mij. Hij is nu links. Bing! Zoals ze dat bij Mortal Kombat zouden zeggen. Flawless victory. Ja, nou moet ik dus alleen nog even in de top springen. Hallo, mevrouw het gele veetje. Moeten we even hierop. Zo, lalalala. Rennen maar. En jump. Oh, juist. En dan hebben we de vlag ook. En het is een grote vlag. Het is de grote Mario vlag. Het tweede kasteeltje van Bowser hebben we gefixt. De hele tweede wereld hebben we alles gepakt. De stempels, de sterren. En het is feest. Ja, en dan mogen we nu dan naar wereld 3, denk ik. Hoppa! Wiehee! Hallo, hallo. Alles goed met je? Met je hamer? Geef er maar een klap op met je hamer. Ja, kijk eens wat zij even gewoon zo even uit de binnenzak haalt. Hè? Even ter bevestiging. Yes, we hebben hier in wereld 2 ook alles gehaald. Net zoals in wereld 1. En dan gaan we eens kijken wat er in wereld 3 te doen is, jongens. We verlaten de piramides. En dan komen we hier, denk ik, in een... ijswereld? Ja, dit ziet er aardig ijzig uit. En hier is mevrouwtje de blauwe vee gevangen. Dit is de chick van Toad, denk ik. En in de volgende aflevering gaan we aan de slag met wereld 3. Jongens, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's op je bolle beeldscherm. Ja, en dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!